Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over Crimes of the Future, de nieuwe David Cronenberg film die nu in de bioscoop draait. En David Cronenberg gaat voor deze film wel echt terug naar zijn roots, want hij staat dus bekend als de meester van body horror. En deze film is dus ook wel echt een extreem voorbeeld van body horror, dus als je daar slecht tegen kan, dan kan je deze film sowieso beter overslaan. Maar ja, met de trailer was het al duidelijk dat deze film weird zou worden, maar ik denk nog steeds dat ik niet echt voorbereid was voor hoe weird het echt werd. Terwijl ik in de zaal zat, zag ik tijdens deze film dus ook mensen weglopen. En dat gebeurde blijkbaar dus zelfs met critici bij filmfestivals. En ik snap ook wel een beetje waarom. En het is denk ik niet eens alleen de body horror en alle smerigheid die daarbij meekomt. Het is ook gewoon een beetje een lastige film om bij in te komen, want de personages zijn heel erg koelbloedig en afstandelijk. En dat is wel met opzet gedaan, maar het helpt niet echt met de betrokkenheid als kijker zijnde. Want de film speelt zich dus af in een verre toekomst, waarin de mensheid zich steeds verder geëvolueerd heeft. En dat heeft er dus voor gezorgd dat mensen eigenlijk geen pijn meer kunnen voelen. En dat het zeldzaam is als jij geboren wordt met een conditie waarin je wel pijn voelt. En mensen zijn dus soort van geobsedeerd geraakt met... hun eigen lichamen gebruiken voor kunststukken en zichzelf gewoon aan te passen, omdat ze toch geen pijn meer voelen. En we volgen dus ook twee personages die gespeeld worden door Viggo Mortensen, die je misschien kent als Aragorn natuurlijk, en Lea Seydoux uit de James Bond films. En Viggo Mortensen heeft dus een speciale ziekte waardoor hij steeds nieuwe organen kweekt. En zijn partner, zijn vrouw, die helpt hem dus elke keer die organen eruit halen. Maar dat doen ze voor een publiek als een soort van vorm van performance art. En dat is dus een beetje het level van verkniptheid wat je krijgt tijdens deze film. En iedereen probeert dus gewoon weirde shit te doen om aandacht te trekken. Je ziet bijvoorbeeld in de trailer ook al die ene man met allemaal oren. Dat is dus een perfect voorbeeld daarvan. Maar de film begint eigenlijk met de moord op een kind. En er is dus iets mis met dat kind, want het kind zit de hele tijd plastic te eten. En het lijk van het kind is dus een beetje wat het verhaal van deze film in gang zet. Want uiteindelijk moet er dus een autopsie gepleegd worden. En er moet dus achterhaald worden wat er nou precies met dit kind gebeurd is. En dat is dus ook een van de shows die ze uiteindelijk willen opzetten. Maar Viggo Mortensen's personage, die werkt stiekem samen met de politie ook. En die hebben weer hun eigen motivatie. En het is een speciale eenheid die New Vice genoemd wordt. En er zit dus heel veel technologie en worldbuilding in deze film. Maar het wordt allemaal een beetje droog aan je voorgekauwd. Je krijgt sommige dingen wel te zien, maar er zit ook heel veel exposition in. En omdat je eigenlijk maar een kleine groep personages volgt, voelt het allemaal ook heel kleinschalig. Het is waarschijnlijk een film geweest met een laag budget. Je hebt ook maar een paar locaties. Ik denk dat het grootste deel van het budget waarschijnlijk gewoon naar de praktische effects is toegegaan voor alle body horror. Want het is ook een soort van smerige technologie die bijna een soort van natuurlijk lijkt. Alsof er geopereerd wordt met botten of zo. Misschien dat je het dus ook al in de trailer voorbij hebt horen komen, maar omdat pijn dus zo zeldzaam is, wordt chirurgie bijna gezien als een soort van moderne vorm van seks. En dat leidt dus ook een beetje tot seksuele spanning tussen Viggo Mortensen en Kristen Stewart's personage. Want zij zit dus ook in deze film. Zij speelt een beetje een verlegen wetenschapster. Maar ze begint dus langzaam steeds meer een obsessie te krijgen met Viggo Mortensen ook. En ik moet dus wel zeggen dat Kristen Stewart en Lea Seydoux wel gewoon redenen zijn om deze film nog te checken. Als je fan bent van hun acteerwerk in ieder geval. Want Kristen Stewart heeft zichzelf ook overduidelijk wel bewezen sinds Twilight. Zij is ondertussen gewoon echt een goede actrice geworden. En dit is opnieuw gewoon weer een ander soort rol voor haar. En ja, ik moet de film in ieder geval sowieso punten geven voor originaliteit en creativiteit. Ik heb nog nooit zo'n soort film gezien. Het voelt ook wel heel erg ambitieus, want ze tackelen dus ook verschillende thema's, zoals wat het betekent om te leven, wat het betekent om kunst te waarderen, wat is kunst in het algemeen. Maar toch, ondanks alle grote ideeën en thema's die ze proberen te tackelen, voelt het voor mij uiteindelijk een beetje leeg en liep ik niet echt tevreden de bioscoopzaal uit. Het einde voelde voor mij ook heel erg gehaast en er zijn dus ook bepaalde verhaallijnen die niet echt een goede afsluiting krijgen. En dat is dus voor de mensen die überhaupt bereid zijn om heel de film lang door te zitten, want het voelt dus wel een beetje traag, afstandelijk en smerig. Dus dit is gewoon echt een film die voor een hele specifieke type filmfan is. Als je dus wel fan bent van Cronenberg, dan is het wel het kijken waard. Maar als je niet echt bekend bent met deze regisseur, is dit waarschijnlijk niet de beste film om mee te beginnen. Maar ja, Crimes of the Future draait nu dus in de bioscoop. Als je hem al gezien hebt, laat me weten wat jij ervan vond of je überhaupt interesse hebt in deze film. Het is natuurlijk wel echt iets heel apart. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.